Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD! Ping! In de vorige aflevering hebben wij nogal heel erg veel dingen gedaan, waardoor dat we dus zeg maar nou deze deur erop konden gaan. Maar voordat ik het helemaal vergeet, er zijn eventjes een paar dingen die ik eerst even wil laten zien. Eerst nu in beeld, fanart ingezonden door Just Nick. Die heeft mij dit toegestuurd via Twitter. Heel erg bedankt daarvoor, ik vind het echt leuk gemaakt. Hij heeft het zelfs in een video gemaakt, zullen we maar zeggen. Ja, heel erg bedankt daarvoor. Ik ben echt altijd blij als ik fanmail kan... fanart eigenlijk is het. Heel erg bedankt daarvoor. En eventjes over de Pikachu-choo's. Niet de Pikachu-choo's, maar de Pikachu-choo's. Die was ingezonden eigenlijk als een comment door Jos Wijnveld, Wijnveld. In ieder geval, de comment staat nou in beeld. Dus als er dus zeg maar een grapje wordt gemaakt door iemand anders en dat ik het gebruik in de Let's Play, dan laat ik natuurlijk wel weten van wie dat er komt, want ik hou niet van jatten. Maar goed, zonder enig oponthoud, met dat out of the way, gaan we dus eindelijk naar een volgende ruimte toe en dan komen we dus hier. En hier hebben wij dus het een en ander met secrets te maken. Want er zitten hier drie deuren. Eentje daar en eentje voor ons. Die ene voor ons zit op slot, dus daar zal waarschijnlijk dan wel de sleutel te halen zijn. En daar zal wel een secret zitten. En grappig genoeg, die ene kist waar ik het in de vorige aflevering over had, dat die oh zo belangrijk zou zijn dat je die nog niet kon pakken, was dus niet de belangrijke kist waar we het over hadden. Dat was dus eigenlijk gewoon die van 200 rubies. En dude, nee. Nee. Stout is irritant. Goed, bommetje. Wij gaan een muurtje opblazen. En ik weet het, ik had gezegd dat waarschijnlijk Darkplayer deze aflevering misschien wel over zou nemen. Maar Darkplayer heeft een soort van vakantie, dus... Jij stomme, zeritantische, klote, zoebed, vleugel, flapbeest, geval, dinges. Oh mijn hemel zeg, dit is zwaar irritant. Zwaar irritant door een zeritant. Nou... En dan kwam ik laatst ook nog reacties tegen dat ze dus het grappig vinden dat ik dus ook Easter... Weet, misschien kan ik hem gewoon net hier net op het randje plaatsen zo. En dan tot hij dan open barst, misschien. Nee, ik moet hem echt gooien. Fijn. Ik zit die bommen te verspillen. Nu! Het lijkt wel Mario 2 weer. Dank je. Dus, dat ik Easter eggs erin gooi en alles. Ik maak heel erg veel reference ook naar mijn eigen oudere Let's Plays. Voor de nieuwe subscribers natuurlijk, voor de nieuwe abonnees die erbij zijn gekomen. Vind ik dat wel leuk om te vertellen. Hallo, jij doet niks. Oké. Deze kamer. Dit heeft mij zoveel ellende bezorgd. Dit. Ik wist niet wat je hier moest doen. Ik wist het niet. Er stond hier een icoontje. Er stond hier een Triforce. Er stonden deze gasten. Ik heb... uren gezocht, wist het niet, heb het gewoon maar genegeerd, want het was niet nodig. Het was optioneel, ik stoot tegen mijn camera aan, sorry daarvoor. Maar, tegen mijn microfoon. Later is dit heel erg belangrijk. Ik weet nou gelukkig wat we hier moeten doen. Wat je wil doen hier, is je wil dit doen. Je windweken gebruiken en dit deuntje spelen. Dat is alles. Dan komt er een kistje tevoorschijn. Ik weet niet waar dit geleerd wordt. Ik ben er toen maar gewoon achter gekomen. Hier, heb een bom. Jij ook een? Alsjeblieft. Nou, niet te gul zeg. Niet te gul. Nee, niet doen. Slecht plan. Nee, dat... licht explosief. Oké, nou, zal wel goed zijn. Blue was bommen. Mooi. Blue was items, ja. Ik had even wat bommen nodig. En dan kunnen we ook hier pijlen doorkrijgen, wat eigenlijk best wel handig is. Dus... ik moet eigenlijk ook wel een beetje zorgen nou voor rubies. Want er komt dadelijk een heleboel gebeuren aan waar we rubies voor nodig hebben. Maar goed, eerst even editwerk. Want hier zit namelijk een treasure chart in. Treasure chart nummer zoveel. En deze geeft als reward een piece of heart. Dit was de piece... dit was de piece of heart die ik vergeet. Dit was de treasure chart die ik eigenlijk bedoelde bij de vorige kamer. Maar blijkbaar zat hij hier. Ik weet niet waarom. Ja, waarschijnlijk omdat je dan met die muziek zit of zo. Ik het... ik zou het niet weten, maar goed, buiten dat. Wij gaan naar de andere deur toe. Nou, nou moet ik ook zeggen, ik weet niet, ik weet dat sommigen van jullie mij niet volgen op Facebook en Twitter. Willen jullie dat wel doen, dan, de link staat in de beschrijving. Dus dan weten jullie in ieder geval waar dat het staat. Ik heb daar namelijk een aankondiging gemaakt van, we zitten dicht op de 2000 subs. En dan ben ik al in het geheim een beetje bezig geweest met bommen naar dingen te gooien, terwijl ik mijn pijlen eigenlijk wil pakken. Nee, ben ik al een beetje zeker bezig geweest met een speciale video als ik de 2000 subs haal.
in die video daar zit, ik weet niet hoeveel editwerk, wat het ook voor video is, dat is een geheim op dit moment. Nog. Dus, maar dan weten zeg maar degene die me niet volgen op Facebook en Twitter, tot ik daar dus mee bezig ben. Het is een beetje, ja. Ik bedoel, niet iedereen heeft Facebook en Twitter, dus kan ik het net zo goed ook eigenlijk uitleggen in een videootje. Of ja, eigenlijk vertellen in een videootje. Oh, dat was zinloos. Dank je. Ik wil meer pijlen. Ik wil meer pijlen. Ik wil meer pijlen. Ik wil meer pijlen. Volgens mij wil ik meer pijlen. Waarom druk ik de hele tijd op bommen? Ik wil geen bommen. Ik wil de... Wat zit daar eigenlijk in? Bommen! Waar ik nou niet naartoe kan. Nou ja, bommen die krijg ik overal wel. Dus voordat ik daar ben, dan is hij alweer verdwenen. Dus heeft weinig nut. Wat een mooie kamer eigenlijk. Alleen jammer dat het geen vloer heeft. Dan zou je hem leuk in kunnen richten. Denk ik. Nou, nu zit er hier nog een secret to everybody. Je hebt sowieso, heb je daar... Hi, hoe gaat ie? Ja, en zoals je al had gezien trouwens, in die, in de HD-counter, ding. Daar kreeg je nou dus eigenlijk te zien dat hij niet hoger is gegaan door die Minecraft-aflevering. Dat komt omdat die Minecraft-aflevering, het was een cameo eigenlijk, zeg maar, een reference naar deze Let's Play. En daarvoor stonden er ook geen actuele cijfers, maar alleen maar eigenlijk van die berichten die bijna nergens op slaan. Dus, nee! Maar ja, jullie vonden het leuk en dat vond ik het allerbelangrijkste. Dan mag ik heel dit zooitje weer opnieuw gaan doen. Platforming in een Zelda game. Waarom werkt dat niet altijd heel erg soepel? Omdat je automatisch springt. Dat is het grootste nadeel wat ik heb met automatisch springen. Normaal gesproken vind ik het fijn als je gewoon op een A-knop drukt om te springen. Maar ja, als ik hier op A druk, dan gebeurt er helemaal niks. Op dit moment. A-knop is hier voor het rollen. Oké dan. Dan zal ik eens even hem eventjes... Hallo. We hebben de sleutel eigenlijk, hebben we al. Dus dit is totaal overbodig. Maar er zit daar nog een secret. Want daar komt ook nog een kistje tevoorschijn. En oh, wat zal er toch in dat kistje zitten? Wat zou daar toch in zitten? Nou, headphone users, maak je maar geen zorgen. Ik ga niet screamen, want ik weet dit spel is zo vriendelijk constant... ...tot ze toch wel weer een joy pendant zouden geven. Wat leuk. En dan weet ik dat Darkplayer een hekel heeft aan joy pendants, ...maar ik begin er zelf ook een beetje een hekel aan te krijgen. Goed, nou, eventjes lui wezen. Dan kunnen we gewoon hier het blad gebruiken om hier te zeggen van... ...nou, ik spring hier naar beneden. En als ik me niet vergis... ...vergis ik me toch. Ik dacht dat hier nou extra vijanden zouden zitten, maar dat is nog niet het geval. Mooi! Ik hou niet van extra vijanden. Extra vijanden zijn leem. Goed, nou, om aan de overkant te komen hebben we dus hier een weegschaal. Die weegschaal die moet, zeg maar, zwaarder zijn, zodat wij gewoon eroverheen kunnen springen zonder dat het plateautje naar beneden te gaan. Dat moet een beetje denken aan Mario 1 stages. In Mario 1 had je ook van die dingen. En dan als ze eenmaal helemaal op de grond waren, dan boom. Goed. En achter deur nummer 1. Een plateau. Oh ja, dit. Deze is op zich best wel clever gemaakt, deze puzzel. Daar ga ik niet om liegen. Je hebt daar het stambeeldje staan. Dat stambeeldje dat moet je wakker roepen door er dichtbij te staan. Maar ja, er staan lasers in de buurt. En die lasers die doen pijn. Daar kun je niet doorheen lopen. Je kunt dus niet dicht bij hem in de buurt komen. De enige manier om die lasers uit te schakelen is om dat blokje zeg maar daarin te drukken. Nou, geloof ik niet dat je deze kan duwen. Dus de enige manier om daar naartoe te komen is om je Deku-lief te gebruiken. Om er overheen te hoeveren. En dan zou je denken van, nou heb ik mijn eigen vastgezet. Nee, nou kunnen we hem roepen. Come on! Hallo. Wat zie je er toch weer stenig uit vandaag. Nou, dan kunnen we de comment melody gebruiken om hem dus zeg maar te besturen. En aangezien dat hij een en al stuk steen is... Hij is zo hard als steen. Hij is echt pikkel hard. Maar hij kan dus gewoon tegen die lasers. Hij kan gewoon door die lasers heen. En jammer genoeg breekt dat die laser niet. Dat vind ik wel jammer. Ik bedoel, het is in HD. En zelfs dat konden ze er niet even ingooien. Een beetje gevoel voor detail. Vergeet niet, je betaalt 60 euro extra voor zo'n spel. Of je hebt Mario Kart 8 gekocht en je hebt deze gewoon gratis over niks gehad.
Nou, hij moet erop blijven staan. Dan kunnen wij hier ook uit ontsnappen. Kunnen we hem gewoon oppakken. We hebben daar ook helemaal geen moeite meer voor. En dan komen we bij de volgende puzzel. Want die ene weegschalen die we net hebben gehad. Nou komen die beesten nog niet. Ja hoor. Die ene beesten die we dus net hebben gehad. Hier heb ik een pijl. Die ene beesten. Deze. Deze weegschaal die we net hebben gehad, daar moet nou dus ook die steen overheen gegooid worden, want stenen kunnen niet zwemmen. Wat een verrassing. Nou, dit op zich is niet zo'n hele moeilijke puzzel. Het enige wat je hier moet doen is zoveel mogelijk van die statues, ik geloof eentje voor je eigen gewicht, eentje voor het gewicht van die steen en eentje om ervoor te zorgen dat die hoog blijft. Dus 3 in totaal. Zorg ik wel voor dat ze er niet omheen vallen, want dat zou natuurlijk wel jammer zijn. Als ik me niet vergis, staan we nou weer in balans. Nou, hier, mag je hebben. En als ik er nou eentje met me meedraag... Oh, hij kijkt me nog aan ook. Wat leuk. Wat vriendelijk van dat beest. Kunnen we nou zonder enig probleem hier naar de overkant toe gaan? Yay! Dramatische stilte. Had ik hem daar nou niet gewoon op dat plateau neer kunnen zetten, zo 10 keer sneller zijn gegaan. Ik denk dat die 3 standbeelden eigenlijk Power, Wisdom en Courage voorstellen. Tot 1 kamer dat je daar heel veel courage voor nodig hebt, 1 kamer heel veel power. En 1 kamer heel veel wijsheid, of iets niet. Het zou wel leuk zijn geweest dat dat ook echt helemaal in detail zou zijn geweest. Aangezien de 3 Triforce Goddess, bla bla bla. Maar goed, dan kunnen we dus omhoog. En als we dan hier omhoog gaan, komen we dus zeg maar bij een nieuw gebied van deze kamer. Nou, hebben we hier hebben we weer lasers en van die zeppalen. Elke Zelda game heeft zijn eigen versie van de zeppalen. Laat ik het daarop houden. Nou, je wil gewoon dus heel voorzichtig, zo dicht mogelijk... Oh, dat zijn die lasers die zo'n geluid maken, ik denk. Nee, maar je wil zo dicht mogelijk eigenlijk langs die warp blijven lopen om dus die lasers uit te schakelen. Of om niet geraakt te worden door die lasers. En geloof me, in die potten daar zit niks handig als je in hero mode speelt. Kunnen wel wat hartjes in zitten. Maar op dit moment hebben we daar weinig aan, dus... En als ik me niet vergis, zit hier gelijk de Bosky. Of de Bicky. Bosky. Ik ga voor Bosky. Bicky. Overal heet het de Bosky, maar hier heet het de Bicky. Ik snap het ook. Ja, hallo. Nou. Dan komen die beesten tot leven. Die beesten die kunnen we dus nou voor de eerste keer... Waarom drukte ik op R? Die beesten kunnen we nou eindelijk voor de eerste keer eindelijk afslachten. Kan ik eindelijk laten zien hoe dat je ze in hun kont moet steken. Au. Mag ik jou even in je... Dank je. Ik bedoel, we hebben nog steeds een feetje en granny soep, dus ik maak geen zorgen. Maar de Bicky wordt hier dus gewoon eigenlijk in je schoot geworpen, wat ik wel jammer vind. Ik bedoel, je wordt hier op de proef gesteld. Het is een test voor iets heel belangrijks. En het enige nadeel is... Ze doen er niks mee. Nou ja, aan de andere kant. We kunnen nou wel zorgen voor wat meer golden feathers. Want hier hebben we weer van die... Dank je voor die camerapositie. Daar zat ik echt op te wachten. Vogeltje, kom eens even. Hi. Je vindt het vast en zeker niet erg als ik jouw golden feathers steel? Nee, hè? En, weet je wat? Hier, ik heb een pijl in je gezicht. Nou, deze dingen hier, dat heeft me heel lang vastgezet. Ik dacht dat je er een steen namelijk voor moest gooien om te blokkeren. Dat je er snel doorheen moest rollen of zo. Nee, je kunt die dingen gewoon kapot schieten. Ik weet het. Ik wist het niet, maar blijkbaar kan het. Nou, ik krijg een gras pijlen. Nou, deze dingen die zou ik niet gaan proberen kapot te schieten. Want voordat je ze eigenlijk, bijna kapot geschoten hebt, dan schieten ze al op jou. Dus, oh, hi! Ik stel even je golden feather, vind je vast en zeker niet erg. En dan schiet ik je met een pijl, vind ik ook niet erg. En jou schiet ik ook even met een pijl, vind ik ook niet erg. En als je dat wel erg vindt, kon je niet klagen meer. Nou, dan zonder enig oponthoud. Dan hebben we hier de bos door. En een veetje, die ik... Nou ja, ik heb toch geen empty bottle, dus full health, dat kan geen kwaad. Nou zat ik eraan te denken om inderdaad deze baas gewoon in deze aflevering te doen. Maar op het moment dat je baas hebt verslagen, gebeurt er weer een heleboel. Dan zou ik eigenlijk graag in 1 aflevering willen hebben. Dus we zitten toch een kwartier in deze aflevering, dus sorry voor deze cliffhanger.
Het spijt me zeer. Nou, weet je wat, om het goed te maken zou ik mijn selfie-outro doen. Om het goed te maken. Sorry. Dus, in de volgende aflevering gaan wij dus naar de baas van deze tempel. Zo geen zin in. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ja, zonder enig oponthoud. Ik hoop jullie dan morgen te zien. Dan gaan we naar de baas toe. En ja, bedankt voor het kijken, jongens. Doei! Yeah! Sorry, dat was misschien een beetje overdreven.